Hey, dit hadden we 2 dagen eerder moeten doen. Ja. Maar iemand moest zo nodig Dink gaan spelen. Wie? Wat? Zo. Wat zei je? Ja, maar iemand moest zo nodig de CX spelen, zo. Laat ik dacht dat jij niet kon bij de commentaar, dus belde maar gewoon voor de shits en giggles. Nou. Zo. Ach, miscommunicaties, wat even. Ah, ja. Oeh, animal. Je bent een furry geworden, Ennis. Ben je nu trots op jezelf? Nou, furries zijn cool, zo. Dus, wat is erger, My Little Pony of furries? Ik zou niet weten. Ik heb nooit echt gekeken naar My Little Pony's om te weten, dus. Nou, het lijkt de My Little Pony dingen. Tenminste, proberen ze niet allemaal seks te mee te hebben. Ja. Ja. Like, dat is volgens mij de meest populaire. Like, furries zijn cool, maar je moet er geen seks mee hebben, oké? Ja, kijk, het ding met furry. Nee, kijk, een furry is juist iemand die er seks mee wil hebben. Ah. Like, dat we het een furry noemen is wel weer een grap. Maar wanneer je echt letterlijk het wil denken, dan is dat je echt een furry bent. Dus dat ik begrijp tenminste. Maar ik mag niet praten over fetishes, want ik heb. Een heel gevaarlijke fetish, om simpel te houden. Ik ben een refined gentleman, Ennis. Ah, people, je bent een mens van alle culturen, hè? Ja, ik ben ook een man vol cultuur. Dat is volgens mij een van die meest grappige foto's ooit. Ik hou van die niet. Ah, you're a man of all culture. Ah, you're also a man of culture. Zo, de scroll met beam. Je geeft me sterkere beam. Dat is zo'n beetje. Ultra beam is veel beter. Ja. Yeah. Ik heb een fucking charge slot ook nog. Ja, het is zoveel beter. Like, je hebt een vooruit aanval, een dash aanval of een charge shot. Veel beter. Dus Ennis, wat heb je te vertellen nog? Of heb je nog wat tips te geven over dit? Wel, ik zou maar snel zijn wanneer je die knop drukt als je natuurlijk die caches wilt. Niet zo moeilijk dan. Ik wil alleen maar caches van deze gepopt zijn. Remember, when she bleeds, she's ready to breed. Oh, godverdom. Wie even niet met die wijze woorden kwam, mag sterven. We gaan het wel volgen tot de dood. Eentje dat de pleite onder ons. Weet je wat het leuke ding is met plasma? Je kan je vijanden mishandelen. Zelfs al zijn ze dood, like, als ze vast aan mijn muurtje kan je gewoon de hele tijd doorgaan. Ja, plasma is wel een goede power-up, though. Maar hij is heel anders in Super Saiyan Ultra. Er is nog eens dat met de scroll. Ik begrijp niet hoe die scroll precies zit. Like, weet je wat je moet doen? Dus je moet de hele tijd de D-pad klikken, de hele tijd bewegen. Ja, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Like, ik probeer het maar steeds met power, lukt me gewoon niet, zeg maar. Wat is het? Het is heel simpel, je wil alleen maar een beetje rondbewegen. Ik moet het maar eens proberen, want ik... Je doet spark weg voor vuur, what the fuck? Voor dat, Jesse. Om alleen maar een paar staal dingen weg daar te halen. Wie weet, misschien is er een schatkist daarachter. Je kan letterlijk overheen springen! Misschien is er een schatkist! Oh, het zat er niet, dus ik ben een fucking leugenaar. Maar ik wist dat niet. Dit is propaganda, fake news. Kop van kapitalisme natuurlijk. Trump op kapitalisme geschuld. En hier valt er een vuur nodig. Totaal gepland. Weet je wat ik zit te bedenken? Maar anime fans worden gezien als de gekke mensen, toch? Ja. Waarom zijn ze dan de enige die steen genoeg zijn om te weten dat kapitalisme goed is? Dat is een hele diepe vraag, Jesse. Dat is een hele diepe vraag. Ik zit bijvoorbeeld een paar weeks natuurlijk te volgen. En als je kan natuurlijk eens zeggen van, kijk, dit is deze eens het karakter hier. In het karakter hier kan dit doen door kapitalisme. Kapitalisme is een goed ding. Dat is like, holy shit, waarom is de anime community degene die steen is? Is dat hier is al die stereotypen. Nee, ik heb denk ik een idee. Mensen zeggen dat de anime community was altijd al steen. Dit is alleen maar propaganda om de anime community als vijand te maken.
Wat er raar is, want sommige komt dat ook van de andere community die zegt van ja, ik ben niet een van die mensen van de community. Nee, ik ben veel beter. Ja, ik kijk naar alle old school anime, wat nu? Ja, ik kijk naar school, dus school dat ze vindt het leuk. Ik heb goede smaak. Jullie smaak is... Ja, ik ben niet een van die anime fans die zegt dat één anime beter is dan de andere anime, maar de anime die ik leuk vind is veel beter. Ja, dit is cool deze. Ja, precies. Maar ik ga niet zeggen dat... Maar het is niet zo'n ding als de beste anime, maar wanneer je niet de verkeerde anime leuk vindt... Oh, man, je hebt shit smaak. Maar het zijn die mensen die zeggen van, oh, ik ben niet zoals de andere meisjes, maar het blijft precies hetzelfde zijn. Ja, en vervolgens vind je uit dat ze voor kapitalisme is. Op een of andere manier. Waarom... Dat is een Jesse. Ik vind gewoon... Het is alleen maar erg wanneer je like, dingen mensen vindt die je leuk vindt, die zeggen dan dat kapitalisme slecht is, zoals Staccato of Keizer Netto. Zij weten niks! I know, right? It's like, weet je wat, het is waar, puur kapitalisme is slecht. Ja, puur kapitalisme kan niet alleen werken. Maar het is nog steeds... van de ene kant is het nog steeds beter dan normaal. Communisme of veel van de vorm. Weet je, ik kan begrijpen... Weet je, het is één ding als ze willen zeggen, oh, we willen een beter systeem. Het is een andere ding wanneer je zegt, hey, dat is communisme en socialisme. Yeah. Maar dat is nooit geprobeerd. I know, right? Weet je wat? Nee, ik wil niet. Ik ga niet gemeen. Ik ga gewoon zeggen dat niet al. Not all. Hashtag not all millennials. Oh, fucking. Alles wat we doen is een of andere vorm van een meme. Ik wil het eens met de millennials zo. Ik denk dat gewoon. We eigenlijk iets van de millennials horen, maar alleen van die ene stomme groepje. De social justice warriors. Het is altijd dat de domste groep het luist is. Ja, zo'n beetje. Het is altijd. Soms is het wel de meerderheid, maar als we bijvoorbeeld naar Brexit kijken, ja, de meeste stemden niet. Ik denk niet dat de meeste het dus kon schelen. Ja. Weet je wel? Ja. Het zijn gewoon die stomme social justice warriors die wat kunnen schelen. Zo, omdat we de ninja scroll hebben gekregen, krijgt een hele coole vuur charge aanval. Holy shit, het ziet er awesome uit. Jammer genoeg is dat alles. Het kan bijvoorbeeld niet het hele rij stuk maken, als we gaan het bedoelen. Maar hij is nog steeds cool. Het is wel cool dat het. En het wordt water waar het op water doet. Weet je, het is wel raar dat je niet volle HP krijgt wanneer je uit een level gaat. Ja. Volgens mij wilden ze de reden geven voor die spinwheel en de buik. I know, maar... Want, Dames en heren, onze gastcommentator. Ding. Wie? Onze gastcommentator. Swamp was top, hè? Hey? Swamp S? Waar hebben we de fuck dat geluid maakt in de Mario spellen? Swamp. Swamp. Hé, dat is wat ding aan het doen. Ik probeer met metaal dat ding te doen, maar het lukte niet. Genoeg ruimte. De Sutra. Sorry. Het is alsof die door gas mist of zo. Dat is de grap. Dat is de mating call. We hebben zwaard Kirby. We hebben de beste Kirby nu. We hebben Link Kirby. Ik heb eigenlijk over Link gesproken. Ik ben net een beetje verder gegaan met Ocarina of Time voor de 3DS. Ja? Ja. Hoe was het? Het is wel leuk. Zou ik al schot op horen. Alleen, de Hyrule Fields zijn echt heel erg leeg, net als Johnny zei. Well, meestal hebben de oude hebben mensen gelijk over sommige dingen. Ja. Niet te zeggen dat Johnny altijd gelijk heeft, maar... Ik ben niet altijd met hem eens, maar het is wel... Ik
vraag me af hoe erg veel haat hij gaat geven van Mega Man Zero wanneer hij het speelt. Dan opnieuw, ik heb die spel zo vaak gespeeld dat het voor mij ook goed is dus. Je gaat niet de hamer gebruiken, maar je gebruikt... Nog niet. Nee, dat je triggert mij dadelijk. Kom op, je kan net zo goed Mission Impossible staan gewoon erop vliegen. Ja. Misschien zou ik dat kunnen. Misschien zou ik dat weer niet kunnen doen. Kijk. Dat kan ik zeggen. Kijk, ik gebruik scepticism om mijn reden. Om te doen dit grap hier. Kijk, ik gebruik scepticism dit was... om te falen op mijn grap. Dit is de meest slechtste baasgevecht die ik ooit heb gehad. En dit is gewoon hoe slecht ik aan het spelen ben. Dit is hoe slecht alle spellen of in een Kirby spel? Nee, dit was hoe slecht ik het aan het doen was. Oké. Okay. Kijk, dit is gewoon een van die momenten waar je denkt van, what the fuck ben ik aan het doen? Precies. Ik probeer de spin truc te doen, maar ik kan hem al braken. Bijvoorbeeld Big Hammer kan niet eens raken. Oh, jawel. Jawel, hij raakt hem. Maar dit duurt gewoon lang omdat ik heel erg moeilijk doe. Ah, dat is het. Ja. Oh nee! En dan kan hij dit doen. The bitch. En oh ja, je power-ups breken maar net op lava van de ster, zeg maar. Dus je denkt niet om de ijs-doing-thing te gebruiken op, tegen de vuurbaas en dit is niet Pokémon, Jesse. Dit is Kirby. Ja, maar zelfs de Kirby, kom op. Dit is niet Pokémon. Je moeder is geen Pokémon. Dat is ze niet, ja. En trouwens, vuur sterft door lava. Ja, het klinkt logisch voor mij. Ace ging ook dood door Akainu. Dat is Akainu, dat is niet lava. Jawel, Akainu is lava, is een lavaman en Ace is een vuurman. Ik heb het na. Nou, het is echt niet eigen wacht, maar het is zo'n beetje hetzelfde. Oh. Word ik hier heb ik iemand getriggerd? Nee, het is gewoon. Het is hoe ik. Wat ik heb gedaan triggerde mij dus. Oh shit. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik wacht tot die godverdomme vuur. Zuig het! Dank je. Die vuur! Dank je. Volgens mij loop je achter. Een seconde of zo. Ik merkte toen de video een beetje vastliep, maar het was maar een seconde zo. Ik heb een klein beetje op pauze gezet, laat kijken of het niet goed loopt. Ik zit nu in. Kijk, ik ben nu in 1.13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, nou is het goed, nou is het goed. Okay. Zelfde met de SCM. Lang niet meer gedaan. Niet soms. Eigenlijk, we hebben dat volgens mij de vorige sessie ook gedaan. Het houdt nooit op. Wij zijn nog erger dan Brentjes commentaries. Wij worden nooit beter. Nee. Kijk, Jesse. Dit is onze eerste tijd. We zijn nog niet professioneel, snap je? Hoe professioneel die SCM ook is. Brainscratch is professioneel. Misschien. Kijk, een hele model is... Oh, we zijn onprofessioneel en fucking trots op. Ik weet niet, ze zijn best wel dingen, de tijd staat heel erg goed bezig dus. Fuck, ze zijn professionele geworden. Dat is alles saai. De reden waarom Jesse niet meer kijkt. Echt val Dan. Ah man. Communist faggots. Door een laatste commentaar was geweldig. Welke commentaar was geweldig? En dan de laatste part van Mass Effect was geweldig. Ah. Nee, je moet het gewoon zelf zien. Hallo zwaard meneer. Hoe gaat het met jou? We laten wel bij jou. Maar eerst moeten we verder graven. Of drillen. Misschien graven we uiteindelijk naar de echte antwoord van het leven. Communisme zuigt. Oké, het antwoord van het leven was fout. Elke shit op in het leven. Kijk naar deze wetenschappelijke feit. Jongens en meisjes zijn twee andere dingen en er zijn maar twee geslachten. Wat is dit? Het is dat is gewoon volledig expres met hun. Ze weten dat het bullshit is.
Maar ik geloof dat communisme iets anders is. Dat geloven ze weer dat het echt is. Weet, het ding is dat of ze zijn ook stiekem een van die slechte mensen, of ze weten gewoon niet beter. Ja. En je maakt niet uit hoeveel bewijs je naar ze toe gooit. Zeg van, ja, maar dat is niet echte communisme. Nou, meteen kan een groep. Welke groep? Nou, gewoon een andere groep waar ik een beetje mee zit. Weet je wat ik ook geweldig vind? Ja. Bij Kruidert die praat tegen de ontrijd en zulke dingen. Eentje zegt van, ja, de nazi's is een symbool van vrijheid. Van, wat? 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 Ik geloof hem. Fuck it. Nee, ik geloof Kruid zei, het niet, maar die ene persoon zei tegen hem van, wat? Nee, ik geloof hem. Fuck it. Like op dit punt moet je gewoon de domme dingen gewoon laten horen. Dat is waarom je ervoor zorgt dat mensen altijd praten, want dan zie je, hoor je zo hoe dom ze zijn. Precies. De reden waarom je altijd dus moet laten praten. Ja, anders kun je bewijzen dat ze niet goed zijn. Ik zou nooit iemand censureren, zeg maar. Ik ben net door die Twitch livestream was heel erg gecensureerd door jou. Ik deed het niet, ik heb ervoor gezorgd dat jij kon blijven praten, je bitch. Holy shit, ik heb zijn bodystem laten tegenhouden. Waarom is hij zwak tegen de parasol? Dit is gewoon elke basis in deze plaats heel erg zwak tegen ding. Tegen aanvallen. Haha, nou werd jij geslagen door de hamer. Nee jongen, dat is niet grappig. Maar ik kan je slaat het uit de baas, dan slaat die baas ook met een fucking hamer. Ja. Je moet denken aan Duitsland tegen Rusland of van Wereldoorlog 2, het is geweldig. Ja, die memes zijn gewoon geweldig. Like... Ze zijn niet zo graag, maar... Gewoon op dat punt is gewoon nazi Duitsland. Ik kan niet wachten tot ik een actieve krijg met en twee YouTubers zijn stiekem eigenlijk voor de Russen. Nee, wacht, dit is een grap. Calm down. Nou. Echt, met hen is je even pistols.